Hey Plakkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Farming Simulator 17 Drenthe. Welkom al jongens, leuk jullie er zijn. We zijn weer teruggekeerd op de map Drenthe. En we gaan vandaag gewoon weer even kijken wat we vandaag mogen doen. De vorige keer hebben we natuurlijk gigantische grote machines mochten we gebruiken om de balen te gaan persen. En ik weet niet of we die balen moeten opruimen of wat we nu verder moeten doen. Want het is natuurlijk ook zo... Die bomen die liggen daar nog, die andere stukken hout. We hebben natuurlijk ongeluk gehad met de trekker. Ik weet mijn god niet waar die is gebleven. Ja, of ik hoop dat de trekker trouwens al wel gefixt is, dat weet ik niet. Maar ik vraag me wat we vandaag te doen krijgen. We kunnen wel eventjes bij Berk langs gaan. Laten wij gewoon hier langs lopen. En dan weet ik veel of die er is, of weet ik voor wat. Dus we gaan gewoon zien, want de vorige keer mochten we gewoon balen persen. Dus dat was op zich wel geinig. En dat was op zich wel behoorlijk leuk werk. Alleen ja, volgens mij had die trekker die had er toch wel moeite mee. Had ik het idee. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen. Maar goed, we gaan wel eventjes naar Bert lopen. Oh, we hebben een mailtje. Goedemiddag Lars. Gisteren was ik niet thuis. Ik dacht ik stuur eventjes een mailtje. Ik zag dat je al het gras netjes had opgeruimd. Dat klopt, dat hebben we natuurlijk gedaan. De valmet is weer te gebruiken. Oh, dat is... Ook op zich wel mooi. Wil je de balen opruimen met de valmet en in de schuur willen zetten? Als dank voor het gras mag jij de litten hebben als je eerste trekker plus de grasmachines. What? Heel erg bedankt voor alles. We spreken elkaar snel meer. Betekent dat nu dat we onze eerste trekker hebben? Oh, dat moest nog groetjes van Bert. Nou ja, maakt ook niet uit. Dat stond er niet bij de mail bij, maar ik kon zien dat het van Bert was. Dus we hebben nu gewoon een trekker. Yay! We hebben een trekker. Podopoparapam. Kijk, dat is een goed teken. En de valmet die is dus ook weer te gebruiken. Dus dat is op zich ook wel mooi. Bert, zijn auto staat er wel. En we hebben hier een gewicht. Hé, de valmet staat er. Yay. Maar we moeten dus de balen moeten we opruimen. Oké, met de valmet. Hij is weer te gebruiken, zegt hij. Top. Kijk, dan kunnen we weer doen met de valmet. Kijk. Super mooi. Ik denk dat we namelijk wel, als we die balen, want we kunnen die natuurlijk niet met de hand optillen. Dat we wel deze grijpen moeten hebben, anders kunnen we natuurlijk helemaal niks meer. Maar het is allemaal wel leuk en wel, maar hoe moeten wij die balen meekrijgen dan? Want, oh, ik zie daar een triller. Welke triller is dat dan? Dit is een platte triller. Zouden we hier de balen op moeten plaatsen? Want ik zag hier achterin was deze trailer. Ik denk niet dat we hier de balen in moeten hebben. Lijkt mij niet verstandig. Dus ik denk dat we gewoon die platte wagen maar moeten aankoppelen. Daar kunnen we de balen op leggen. En dan moesten we dus... Hier binnen moesten we dus in ieder geval opruimen. Tenminste, dat vroeg hij. Dus dat kunnen we op zich wel doen. Maar ik ben wel blij dat de valmet weer terug is. Want dan kunnen we namelijk weer voorladen werk doen. Dat vind ik op zich wel prettig. Maar dat betekent dus dat we al een eerste trekker hebben, jongens. Oh, dan moeten we eigenlijk eventjes alles naar onze boerderij brengen natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk onze boerderij. Als die trekker van ons is, dan moeten we dat natuurlijk wel eventjes doen. Dat is op zich wel top. Dat had ik dat we eventjes niet verwacht. Dat we de oude trekker van Bert krijgen. Maar ja, heeft hij nu maar één trekker. Hoe gaat hij dat dan doen? Hij heeft nu alleen met deze trekker dan. Hij zegt dat wij de lint nog mogen houden. Maar dat is wel super top hoor. Dat is echt super top. Ik kan niks zien. Ik zie het niet, daar komt niks aan en daar ook niet. Ik wil niet nog een keer een ongeluk hebben met deze valmet. Want hij is net gerepareerd. Dus laten we dat vooral niet doen. Ja, ik denk dat wij gewoon hier de balen op moeten zetten. Lijkt mij. Oh, dan zijn we alleen het gewicht vergeten. Maar misschien hebben we al geen gewicht nodig. Dan kunnen we misschien ook wel kijken. Maar ik neem aan dat we toch wel een gewicht nodig hebben. Laten we het zeker voor het onzekere nemen. Dan brengen we deze trilling nu voor eventjes naar het veld toe. En dan rijden we eventjes door om, om dat gewicht aan te koppelen. Want ik heb niet zo heel veel zin dat we zometeen gaan lopen stijgen. Daar zit ik niet echt op te wachten. Maar hier liggen de balen die we natuurlijk hebben geperst gisteren.
Dus die moeten nou opgeruimd worden met behulp van de valnet. Ah, top. En als het goed is, moet deze trekker dan van ons zijn. We hebben een trekker en we mogen dus ook... Al die machines mogen we zelf ook houden, maar we hebben alleen geen gasveld. En veld 22 is van Bert. Dus, nee, die kunnen wij niet gebruiken. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, we hoeven ze ook niet te gebruiken, we kunnen ze ook verkopen. Natuurlijk, dat is ook mogelijk. Laten we even de trillen afkoppelen. En dan halen we even dat gewicht op. Want, ik ben bang dat we die wel eventjes nodig hebben. Want het zijn best zware balen, leek mij. Dus laten we eventjes terugrijden en het gewicht aankoppelen. En dan kunnen we die balen in ieder geval eventjes opruimen. Wordt ook nog wel tricky werk, want ik heb natuurlijk nog nooit die balen opgeruimd. En ik weet ook niet hoe je ze moet stekken. Dus, we komen er zelf achter. Hopelijk gaat het goed komen. Nou, daar zijn we dan. We hebben, ik weet niet wie er achter ons rijdt, dat zal wel. Maar wij gaan hier links, want wij moeten de balen opruimen. Rijdt hij door? Hij rijdt door. Oké, prima. Goed, de balen opruimen. Hoe werkt dit? Welke hendel moeten we hiervoor hebben? Hoe werkt die? Oh, zo. Ah, oké. Okay. Nou, wat is wijsheid? Hoe kunnen we het beste die balen optillen? Ik denk als wij de vallen omhoog doen. En dan deze zo, denk ik. Heb ik hem nu? Ik heb hem wel vast, maar echt geweldig heb ik hem niet vast, zeg maar. Maar ik heb hem. En daar gaat het om. Dat telt. Hoeveel balen hadden we ook weer? 5 of zo? Dus deze balen moeten wij dus hier opleggen. Oh, wat gebeurt er allemaal? Volgens mij heeft de val met het zwaar, of niet? Kunnen we hem hier neerzetten? Oeh, joha. Als we nu een klein tikje geven. En ietsjes verder de trillen opkomt, kan dat? Ja. We kunnen er nog eentje voorleggen namelijk. Ik denk dat op zich wel makkelijk is. Maar we hebben dus nu een eigen trekker. Dus we zouden... als wij geld hebben voor een... Ach, de drukker, kom op. Als wij geld hebben voor een veld, dan zouden we misschien wel een veld kunnen krijgen, joh. Dat is wel tof. Even kijken, hoor. Oh, gestrukken met die... Oh. Hoe werkt het? Waarom gaat die bek automatisch dicht? Heb ik hem vast? Volgens mij wel. Ja. Nou, dit is bal nummer 2. Laat de vrouw rustig rijden. Dat we niet alles weer omgooien. We kunnen hem er ook bovenop doen trouwens. Maar gaat dat goed? Laten we hem maar voorleggen. Ik denk dat dat iets veiliger is. Laten we hem ervoor opdoen. Oh, die trillen. Want we moeten ze natuurlijk ook nog afladen, lijkt mij. Of niet? Want we moesten ze... Bert vroeg of we het in de schuur wouden zetten. Ah, ik vind het prima, maar het gewicht is ook wel echt mokken groot, hoor. Nou goed, dat zal wel. Waarom gaat die... Die hydrauliek van deze trekker is volgens mij niet altijd lekker meer. Als ik ook maar iets doe, die klem die gaat automatisch dicht. Moet ik Bert eventjes vertellen. Of er iets mis is met het hydrauliek systeem. Maar volgens mij klopt dat niet echt. Ja, die ligt er ook op. Nou, volgens mij hebben we daar nog 2 balen, toch? Ja, 2 balen. Oké, top. Zo. Oh, nee. Er klopt iets niet met deze val. Met jongens, die hydrauliek klopt niet helemaal. Maar als ik... Hij knijpt zich automatisch dicht. Zie je dat? Klik. Bzzzt. Of is dat een veiligheidssysteem of zo?
Nou, dat zou kunnen, want als ik hem omlaag doe, dan knijpt hij zichzelf dicht. Ik kan ook helemaal niks. Ik heb nu wel opgetild, maar hij moet andersom. Kun je hem niet omgooien? Dat we hem direct kunnen pakken, is dat mogelijk? Wat een gestreugel. Oh, pas op, niet weer die val met kapot maken. Ja. Goed. We moeten denk ik nog iets meer oefenen met die volladen. Denk ik. Oké, dat is de ene laatste baal. Ik hoor dat wij alle 50 balen uit die trailer kwijt kunnen. Anders moeten we hoog gaan stapelen. Maar ik denk dat dat ook nog wel gevaarlijk is. Denk ik. Ah, nou ja, goed. Deze leggen we maar hier neer. Drie voorladen omhoog, juist. Even kijken hoor. Even uitstappen. Even kijken op bij de trailer. Ja, we zouden. Ja, eigenlijk moeten we deze iets verder naar achteren drukken. Zodat we hier nog die andere baal neer kunnen leggen. En dan kunnen we ze vastzetten. Want we hebben nog maar één baal die we op moeten halen. Dus laten we hem eventjes een tikkeltje aandrukken. Ik hoop dat dat goed gaat. Kijken hoor. Heel rustig. Ik hoef alleen maar de baal een beetje op te schuiven. Zo. We gaan natuurlijk niet de hele trailer omgooien. Maar we hebben nu op zich... Ja, ik denk dat daar wel een baal past, toch? Of niet? Zo niet, komen we er zelf achter. Even de laatste baal ophalen, want... Dan kunnen in ieder geval die balen, die kunnen in ieder geval naar de boerderij van Bert. En wat we daarna gaan doen, ja, ik denk onze nieuwe aanwinst, onze nieuwe trekker naar de boerderij brengen, lijkt mij, of niet? Is wel tof hoor, dat we gewoon een trekker van Bert krijgen. Dat had ik daar even niet verwacht. We hebben zijn trekker bijna helemaal kapot gemaakt, maar dan krijgen we een trekker van hem. Tja, ja, ik vind het prima. Je hoort mij echt niet klagen. Oké, nu komt het gevaarlijke punt. Hoe zetten wij deze? Ja, ik denk dat het beste via de achterkant komt. Dan hebben we namelijk iets meer ruimte. Maar we kunnen ze vastzetten en dan moeten we ze naar de boerderij brengen. En dan lopen we hier zo meteen wel heen. We moeten toch die trekker hier naartoe, onze nieuwe trekker ophalen. Gaat het goed? Gaat het goed? Hij ligt erop, top. Alleen nog een stukje aandruk. Kun je hem een stukje aandruk? Ja, dat kan wel. Klein stukje maar, klein stukje. Met één klem een beetje aandrukken. Ja, hoog maar. Goed, die balen liggen erop. Moeten we ze alleen nog eventjes vastzetten. Daar eentje, daar eentje. Daar eentje, daar eentje, daar eentje. Hoeveel kunnen die hierop, joh? Hier kan er nog eentje en dan kan er hier tussen ook nog eentje. Ah, die kunnen geen kant op, toch? Zijn ze goed opgeladen? Ik hoop het. Ik hoop het. Trek is wel smerig, trouwens, hoor. Oké, dan moeten we alleen nog even aankoppelen. Tenminste, ik hoop dat de valmet het ook kan trekken. We hebben ook een gewicht erachter. Past die hierachter? Kunnen we hem hier aankoppelen? Laat hem eerst zakken. Oké. Ik wil die daar aankoppelen. Ja, of we moeten dat kleine gewicht maar aan onze trekker neerzetten. Dat we dat straks even langs komen brengen. Laten we dat maar doen. Anders kunnen we de trilling niet ophalen. Maar we hebben dat gewicht wel weer nodig. Dus moeten we sowieso zo meteen eventjes het gewicht ophalen. Ik wil toch nog even proberen. Past die, er zit hier wel een koppelingstuk op. Je zou zeggen dat die wel moet werken, toch? Dat zou het wel een heel stuk makkelijker maken. Past dat?
Bastard. Ik wil die trailer aankoppelen. Volgens mij past dat niet. Nou ja, dan moeten we, laten we eerst maar het gewicht er naartoe brengen. En daarna halen we de trailer wel op. En dan kunnen we het in de schuur kunnen we het inladen. Maar vooral die deur even dicht doen als we over de weg heen gaan. Nou, daar zijn we dan. Hier moeten wij dus de balen naartoe brengen. In de schuur heeft hij gezegd, dus ik geloof het wel. Laten we de trailer dan gewoon hier neerzetten. Zo. Dan kunnen we de trailer afkoppelen. Dan moeten we het gewicht weer eventjes aankoppelen. Want anders wordt het nogal een struggle, denk ik. Ik denk dat als we, als we geen gewicht hadden, dat die val met toch wel behoorlijk... de lucht in kwam, denk ik. Nou, laten we eventjes de schuur open doen. Zo. En even kijken, waar zullen die balen neerzetten? Daar in de hoek. Zullen ze daar neerzetten? Ja. Dan brengen we eventjes deze eventjes. Kunnen we losmaken? Zullen we alleen die los? Nee, we maken alles wel los. Als het valt, valt het. Die los. Nee. Die los. Oh. Die los, die los. Die los. Die zit vast. Die ook. En die ook. Oké, top. Nou is het dus tijd om de balen eraf te halen. Laten we de deur maar weer dicht doen. En dan beginnen we met de achterste baal. Want die staat denk ik het gevaarlijkst. Maar ik denk dat het nu juist makkelijker is om ze op te pakken, toch? Of niet? Tenzij ze er dicht naast elkaar liggen. Dat is ook nog wel eventjes een dingetje. Kijk, als we hem nu gewoon dichtknijpen. Oh. Volgens mij heeft de val me te wel moeilijk mee, hoor. Boe. Zitten we aan het stijgen of zo? Oh, het gewicht moet nog omhoog. Juist. Vergeten. Nou, we moesten hier, ja, laten we de balen maar hier neerleggen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Hij staat een beetje tegen de schuur aan. Ach, dat maakt er niet zoveel uit. Maar we hebben 5 balen, dus op zich moet dat wel goed komen. Dan hebben we hier nog een baal. Het maakt misschien niet zo heel veel uit van welke kant we het pakken. Dan gaat het veiligheidssysteem gaat weer aan. Ja. Maar vooral de voorlader laag houden voordat we het kozijn van de roldeur meer pakken. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. Ja, ik leg ze gewoon hier. Ik weet niet of ik ze netjes moet opruimen, maar we leggen ze mooi hier neer. En dan zijn we nog wel eventjes bezig om die balen op te ruimen. Binnen, even de trailer en de trekker terugzetten en dan kunnen we dus, als het goed is, onze eigen trekker kunnen we ophalen. Nou, dat is al helemaal mooi, dat had ik echt niet verwacht hoor. Dat wij een trekker van Bert kregen. Dat had ik niet verwacht. Maar ik vind het wel heel stoer, dat kan ik je wel vertellen. Dus hoeven wij in principe dus nog geen trekker aan te schaffen. Moet alleen even kijken hoe duur velden zijn. Misschien dat we een veld kunnen kopen. En dat we hopelijk zo snel mogelijk een keertje iets kunnen inzaaien. Dat zou ik wel top vinden, ja. Dat lijkt me wel heel gaaf. Mooi. Die staat. Dan mag de deur mag dicht. En dan mag deze deur ook dicht. En dan lijkt me het nou verstandig om onze eigen trekker mee te nemen naar onze boerderij. En
ja. Ik weet niet of wij die... Laten we die gasmachines anders daar maar staan. De maaien en de schudden en de hark. Laten we die daar maar staan. Die kunnen we later nog een keertje ophalen. Maar laten we allereerst eventjes onze trekker in ontvangst nemen. Zo, zijn we dan. Even lekker een stukje gelopen langs de weg. Is mooi weer. Komt er een auto aan? Ja, oeh, laten we even wachten. Goeiedag, Jim. Zo. En dan, als het goed is, staat onze nieuwe trekker hier. Yay! Onze Lintna. Dit is dus onze trekker, jongens. Het is niet het meest mooie model. Maar het is een trekker. Daar kunnen we heel wat leuke dingen mee doen. Zullen we dan direct eventjes gaan kijken naar de winkel? Misschien dat wij... iets kunnen kopen qua cultivator of zo. Dat we dat alvast hebben. Of we moeten eerst sparen voor een veld. Maar laten we even naar de winkel gaan rijden. Misschien dat we iets kunnen vinden. Oh ja, en die remmen moet ik ook nog een keertje vervangen. Want die maken wel zo vreselijk geluid. Maar we hebben een trekker, jongens. We rijden nu op onze eigen trekker. Super tof. Zit ook een klakson op. Ja hoor. Mooi. Op naar de winkel en hebben we dus ook een voertuig waar we dus mee kunnen rijden in plaats van dat we de hele tijd heen en weer moeten lopen. Ideaal. Zijn we dan bij de winkel. Is hier een parkeerplaats? Ja, verderop, maar we zetten hem mooi hier nu. Ja. Zo. Daar zijn we dan. Met onze dikke trekker. Jojojojojo. Goeiedag. Zit hier stil, ja. Er zit hier niemand. Oh. Dan kunnen we wel in de winkel kijken dan. Wat hebben we allemaal nodig? Een cultivator. Een zaaimachine. Deze cultivator kost 8800. Maar hoeveel pk heeft onze trekker eigenlijk? Ik zou het niet weten. Dan zouden we dus de cavernenland moeten hebben. Of hebben we nog iets minder sterk? Die van Massey Ferguson. Of deze. Deze 2,5 meter. 5 meter werkbreedte. Maar hoeveel pk heeft onze trekker eigenlijk? Hebben wij een trekker? Staat hij hier misschien tussen? Onze trekker. Moet je kijken wat voor trekker ze allemaal hebben, joh. Hoeveel... Wij hebben een Lindner. Zo'n trekker hebben wij toch? Die heeft 45 pk. Oké. Is daar een cultivator voor 45 pk? Deze heeft 90 pk nodig. En deze heeft 25 pk. Dus dan zouden we deze kunnen kopen. En een veld gaan doen. En dan hebben we nog een zaaimachine nodig. 75 pk. Ja. En hebben we deze hebben we nog. De Hassia. 20 pk. Dat moet op zich wel goed komen. Deze Massey Ferguson die heeft... 4 pk nodig. We zouden het eventueel al wel kunnen doen. En een kunstmeststrooien. Een kunstmeststrooien moet op zich ook wel goed komen. Ja, voor die van. Ja, die kun is wel heel duur. Die van Amazone. Maar ja, voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst eventjes een veld hebben. En ik zag volgens mij achter onze boerderij veld nummer 5. Laten we dan nog eventjes gaan kijken. En kijken hoe duur dat veld is. Misschien dat we een veld kunnen kopen, wie weet. Nou, hier zijn we bij veld 5. We hebben hier veld 5 en veld 4. Dat zijn kleine veldjes, maar hoe duur zijn die? Misschien dat we een veld kunnen kopen. Misschien is dat wel een leuke... Oh, dit is die gevaarlijke weg weer, of niet? Och, we moeten ervoor oppassen. Ik weet niet van wie dit veld is. Hoe duur is dit veld? Geen idee. Veld 5 is 20.000 euro. Dat is behoorlijk wat. We zouden een veld kunnen kopen. Er zit al gewas op. Zullen we het doen?
we gaan een veld kopen. Jee, we hebben een veld gekocht. Hebben we nu maar 2600 euro. Maar we hebben dus een veld. Hartstikke mooi. We hebben alleen nog geen combine. Oeh, dat is minder. Ah, maar dat komt vanzelf wel goed. Super, we hebben een veld gekocht. We hebben nu een trekker. We hebben nu een veld. Hoe goed wil je het hebben? Laten we de trekker parkeren. En kijken wat morgen voor een dag ons brengt. Nou, we zetten de trekker maar gewoon mooi buiten neer. Naast de andere auto's. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mag je dit een leuke video gevonden? Mag je dat belonen met het blauw duimpje omhoog? Ben je nog niet geabonneerd? Doe de uiteraard ook zeker eventjes. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!